Oh, welkom iedereen in een nieuwe YouTube-video. Deze video hebben we eigenlijk gemaakt omdat ik merk rond TikTok en zo is er toch nog heel veel vragen. Ja. Dus wat hebben we gedaan? Ik heb eens een keer gekeken op TikTok wat jullie 5 of 7 was het? 7. 7 gemeenst gestelde vragen waren. Dus dan gaan we die eens eventjes overlopen met jullie. Okay. Ja. To clear my mind. Ready or not, here we go one more time. You and I can leave the world behind. Boom blasta, let's turn it up. Bindi and summer burning up, yeah. Today I'm gonna act a fool. Bring your friends, we buckle up. No destination, astronaut. I can take you to the moon. We going on vacation. Vraag 1. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Goh, hoe wij elkaar leren kennen. Eigenlijk wat de meeste mensen nog niet weten, is dat wij elkaar al kennen voor onze exen. Ja, eigenlijk wel. Ja, okay. Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk mijn mama is eigenlijk samen met de broer van Aaron. Die waren al... zo aan het voelen ze onder elkaar. Toen ik eigenlijk nog bij mijn stiefpapa woonde, dus ja, er zat een beetje bedrog in het spel, waar ik geen commentaar op te wensen. Ik moest altijd mee als kind met mijn mama naar Dennis dan. Uiteindelijk kwamen wij bij de ouders van Dennis terecht. En dan kwam ik daar als klein meisje van 11 jaar. En wie kwam daar binnengelopen? Want dat is waar, want jij kwam binnengelopen. Jij kwam de deur uit. En Aaron had in die tijd, ja, dat was toen, ja, ik weet niet welk jaar dat was. Allee, boem maakt nu niet uit. En je had echt zo van die kei schattige piekjes in zijn... Weet je dat nog? Was echt schattig. Hij had zijn haar in de shell gedaan. Hij kwam echt kei net naar beneden. Hoe dat ik Aaron eigenlijk altijd heb gekend. En met een brilje, en toen droeg ik nog een brilje. Ik heb het niet gekend met een bril. Ik heb het niet gezien. Ik heb dat niet gezien met een bril. En ik heb een bril aan en zo'n sjaal. Dat weet ik zo niet meer. Ik heb alleen gezien dat uw haar schoonrecht stond. Allee, bo, maakt niet uit. En vanaf toen eigenlijk, ja, dan was het zo'n beetje zo warm gevoel van, oh amai, zee, zo'n lieve, schattige jongen. Oh, dat kwam er heel goed overheen, dat was direct een hele goede klik. Ja, en we hebben eigenlijk altijd dan zo gelachen, gebabbeld. Maar dan, ja, na een tijd word je ouder. En ik, met mijn stomme kop, ik had gezegd tegen ons mama, ik zeg, oh my god, ik ben kei verliefd op Aaron. En Dennis keek naar mij en naar ons mama en die zo, oh, dat mag ik niet, want ik was 11 en Aaron was 18. Dus ja, uiteindelijk ja, hebben we toch maar gezegd van, hoe, ja, dat moeten we hier tegenhouden. Alleen ons mama had dat gezegd en Dennis. En uiteindelijk ging ik nog altijd mee en dan was dat, oh, waar is Aaron? Waar is Aaron? Ja, Aaron is niet thuis, Aaron is niet thuis. Aaron was altijd op schok. Dus het was ook, alle mama wist dat sowieso ook, hè. Sowieso dan ons mama, alle mama had ge, allee, die had het toch sowieso gezegd, denk ik. Denk je niet? Nee. Het was echt jaren dat we elkaar niet meer hadden gezien. Ja, dat was wel, hè? Ja. Oké, uiteindelijk, ik had mijn allereerste vriendje. Ik nam die ook altijd overal mee. Dus ons mama zei tegen mij, ja, wij gaan met Aaron en Wendy toen, gaan wij eigenlijk op schok. En ik mocht meegaan en ik had mijn eerste vriendje mee, Joni in een tijd. En, oh my god, als ik daar nu aan denk, hoe lelijk dat hij was, dan niet alleen. En ja, ik en Aaron hadden nog wel zo gebabbeld en eigenlijk kei freaky, dus wij zaten naast elkaar en we waren in het fotoalbum van uw trouw. Zo fout, uw trouw om te kijken, hoe mooi dat jij werd getrouwd. Want ik mocht niet mee van mijn mama toen, want anders zou ze gestrikt worden dat ze bedrog had gedaan. Ik was toen ook een beetje boos op Aaron. Ik zei, jij hebt mij niet uitgenodigd. Hij zei, jawel, ik heb je wel uitgenodigd. Goh, ja, en hoe is het dan verder eigenlijk gegaan? Ja, dan zijn wij elkaar jaren niet meer tegengekomen. Nee, en dan... En plots met je tweede vriendje. Ja, dan met... The love of her life. Ja, the love of my life toen. Dat was dus ja, Christopher eigenlijk. Ik heb daar al een kindje mee, maar
Aaron wist ook altijd, die stuurde ook altijd naar mij. Ik weet nog hoe dat die stuurde. Ik kende zo MSN nog in een tijd. En ja, Facebook was dat toen ook al. En die stuurde altijd met zo van die, ach, zo, met die hoofdletters. En ik dacht altijd, die zat altijd tegen mij aan het roepen. Ik zeg, je moet tegen mij niet roepen. En dan altijd mijn uitroepteken en zo. En dan zei die, ah, we gaan dat doen en dat. Ik zeg, ja, ik zeg, maar ik ga toch niet meer te veel sturen, want ik zit toch met iemand jaloers. En dan uiteindelijk ja, was het voor de zoveelste keer weer gedaan tussen mij en Christopher. Mijn mama had dat gezegd tegen Aaron. En toen had Aaron gezegd tegen mij van, oh, weet je, ik ga je erdoor sleuren. Kom, weet je wat we gaan doen? We gaan eens een cinemakje doen. En weet je wat dan grappige van al is? Voor iedereen die hier nu DC. We waren bij de mama van Aaron, want de mama van Aaron was op die moment niet goed en ik moest mee. Ik had Axel toen ook mee. Aaron was toen ook in de kliniek, Wendy was thuis met Manu. En we waren in het ziekenhuis en onze Mathis die moest naar het toilet, dus die was op het toilet en wij stonden daar zo te wachten. Ik moest ook naar het toilet en toen zei Aaron zo keihard tegen me, oh my, ik wil eerst tegen de muur zitten en is goed. En ik zeg, oké. Ik zeg, ja. Toen was mijn huwelijk al omzijde. Toen was het... oké. Maar Aaron had eigenlijk nooit aan iemand verteld, of zelfs tot aan mij niet, dat het huwelijk eigenlijk al niet goed niet meer zat. Totdat eigenlijk ja, dan zei van, oh, en ik zie dat je er zo van hard ziet. Dit wat je doet, zeg het gewoon niet tegen mama en Dennis. En wij gaan weg. Hè. Ik zal ervoor zorgen dat ik buiten geraak en zo. Ik zeg, ja, oké. Uiteindelijk is hij dan ja, buiten geraakt. En gingen we naar de cinema. En kei raar. Ik was mega verlegen. We waren aan tafel. Ik kreeg gewoon niks uitgesproken. En hij zo, als er zo'n grote mond en nu ineens, er jij zo... Maar dat is echt zo'n heel andere setting, awkward, er was niemand bij. Hebben we ook alleen gepraat eigenlijk over hoe dat het komt als zijn huwelijk is misgelopen. Ja, zijn huwelijk was echt gewoon fucked up. Dat was ook heel erg wat ik allemaal heb gehoord in al die toestanden. Dus ja, dan zijn we eigenlijk, hij was dan een gentleman. Ik zeg van ja, ik zal betalen. Nee, ik ga betalen. Ik zeg ja, maar uw ex gaat dat wel zien. Ja, dat interesseert mij niet. We zijn aan de cinema geweest. En ja, dan hebben we eigenlijk niet veel cinema gezien. Hè. We hebben geen stoute dingen gedaan, we hebben alleen gezoend. Ik wou verder gaan, maar dan zei Aaron tegen mij van nee, we gaan wachten tot op het perfecte moment. Ik zeg, oh my gosh, the perfect man! Al die mannen die willen altijd zo direct naar bed gaan en Aaron was eigenlijk niet zo. Het romantische dan was wel dat we dan afspraken eigenlijk, dat we in een auto hebben geslapen. Dus wij sliepen in de auto en heeft hij me 's morgens altijd naar het werk gedaan. Dat was een paar dagen hè, dat je dat zo had gedaan. Dat was wel kwijnschattig eigenlijk. Lang leven de voetbal. Hè? Ja, Aaron kwam toen bij Foefkes af dat hij zei tegen Wendy, ik moet naar de voetbal. En voor iedereen die hier nu commentaar over heeft, iedereen heeft wel eens ooit bedrogen. Is het niet in deze vorm, is het wel in een andere vorm. Daar kunnen we gewoon niet tussenuit. Allee, hè. En het is ook zo, als je iemand tegenkomt die dat je echt heel graag ziet en waar dat je, ja, waar dat je echt je vlindertjes van voelt. Ja, dat, je kunt dat niet tegenhouden. Verliefdheid kun je niet tegenhouden. Dat is niet eenmaal zo. En ja, uiteindelijk zijn we dan... ja, samengekomen, hè. Dan zijn wij direct gaan... Nou, we hebben beslissingen genomen. Ja. Want ik ben altijd eigenlijk gewoon in mijn huwelijk gebleven voor de kinderen. Maar dat is dan ook weer een foute reden om in hun huwelijk te blijven. Want je maakt continu ruzie en de kinderen zijn daar ook de dupe van. Dus, ja. 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 Zo is het gelopen, hè. Ja, zo is het gelopen. En ondertussen zijn we nu 9,5 jaar. Ja, volgend jaar 1 juni zijn wij 10 jaar samen. Dus het gaat echt vooruit. Dus dat is eigenlijk hoe dat wij ongeveer elkaar hebben leren kennen. Want kort nadien was ik zwanger van Fer. Dus wij hebben niet stilgezeten. Nee, vanaf toen zat het er al in. Vraag 2. Oké, hoe gestart met deze job en verdient dit goed? Oei. Hoe gestart met deze job? Ja, ja, wij zijn eigenlijk vrij seksueel actief. Ik ga hier wel eerst iets bij zeggen. Jolien doet niks met andere mannen. Er komen ook geen andere mannen in ons huis.
van dit blijft iedereen af, buiten ik. Goed, met dat gezegd, hoe zijn wij er? Allee, hoe ben jij er eigenlijk ingevlogen? Ja, eigenlijk stom, hè? Ja. Wij hadden dus, Jolien had eigenlijk dus een fantasie. En fantasie luidde als volgt. Ik zou eigenlijk eens graag een sextape opnemen. Dus, ja, ik dacht in mijn eigen van, ja, een sextape, waarom niet? Ik denk dat dat wel eens leuk is om s'avonds in de zetel naar mijn kamer te zien. Als je dat opzet. Dus, maar dan kwam het. Hoe doe je dat? Ja, dus ik heb dat opgezocht op Google. Ik heb echt mega veel tijd daarin gestoken van hoe doe ik dat, dit, dat. Dan uiteindelijk had ik dus een hele vieze, vettige buurman. En die vertelde van, oh, Jolien, waar had je zo zitten zoeken? Je moet gewoon naar productiehuis gaan. En die heeft een naam meegegeven. En ik dacht van, shit, allee, zo lang zoeken voor iets kei-belachelijk. Uiteindelijk hebben we dat productiehuis gecontacteerd. We hebben dan foto's moeten sturen van ons. Ja. En die waren eigenlijk enthousiast over ons, ook qua sociaal en zo, vonden die dat heel leuk. En wilden die ons op tape nemen. Dan zijn die mensen naar ons thuis gekomen. Eventjes, ga ik zeggen, de kinderen waren naar school. We doen ook geen seks waar de kinderen bij zijn. Dus dat wil ik wel eventjes zeggen. Die zijn toen naar ons thuis gekomen. Die hebben een babbeltje met ons gedaan. En hoe het ook is, die filmen echt eigenlijk van hoe het in de huiskamers is. Dus die doen een praatje met je van, hey Jolien, hey Aaron, dit en dat dingen. Dus genieten maar. En dan staat het daar. Ja. Voor die camera. Ik had mega veel stress. Ja, echt wel. Dat was precies omdat je voor de eerste keer mijn camera ging gaan roken. Ja, echt waar. Dat was zo moeilijk eigenlijk. Maar eens dat we erin zaten met die flow, ging dat echt. En dan dachten we van, oh, deze is echt leuk, deze is tof. En toen heeft die persoon eigenlijk gezegd van, dat OnlyFans bestond. Toen bestond OnlyFans nog niet zo lang, want wij zijn begonnen 2000... 3 jaar geleden, schat. Ja, en 2016 was OnlyFans begonnen. Dus toen was het echt nog maar net begonnen. Ja, en uiteindelijk zijn we zo verder doorgegroeid. Hebben wij met dat productiehuis nog verdere samenwerkingen gedaan. Onder ons eigenlijk. Wat we wel doen is in triovorm. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er een extra dame bij komt. Dat doen we wel. Geen mannen, maar wel vrouwen. Maar dat is enkel werkgericht. Ja, die is enkel werkgericht. Maar eigenlijk buiten het privé. Buiten het werk zal ik eigenlijk zeggen. Hebben wij niet echt. We hebben wel vrienden en die staan er wanneer dat echt nodig is. Maar voor de rest eigenlijk zijn wij gewoon in het dagelijkse leven zijn wij mama en papa gewoon. Dus wij hebben ook eens heel mensen waar we mee weggaan, maar eigenlijk hebben we dat niet zoveel. Eigenlijk zijn wij meestal in ons kokonnetje, ons gezinnetje en dat is voor mij echt heel belangrijk. En dan ja, buiten, ja, als ik dan kijk van de kindjes zijn naar school en het is werkgericht en er komt hier een collega, want dat is zo, je bent allemaal collega's onder elkaar, dan komt die collega gewoon naar hier en wij doen ons job en het is gewoon al klaar. Dat is zo, de deur is dicht en het werk is gedaan. Voor mij althans, voor Aaron niet natuurlijk, want Aaron moet editen. Want dat kan ik niet zelf. Maar voor de rest eigenlijk doe ik alles zelf. Ik heb daar ook niet echt een hulp bij. Daarom heb ik ook besloten om direct eigenlijk in een zaak te stappen. Want ja, je merkt toch, ja, seks sales, dat is nu eenmaal zo. Daar kun je niet onderuit. En zijn we eigenlijk begonnen, ik begonnen, dat we toch moesten denken van oké, nu moet ik het echt in iets schieten. Nu gaan er knopen moeten doorgehakt worden. Ja. Gaan ze dit doen voltijds, gaan ze dit doen halftijds? Ja, een bijberoep. Want ik werkte ook nog op de rechtbank in Mechelen. Ik heb een poetsvrouw geweest. En toen dacht ik van, hoe gaan we dat combineren? Maar dan heb ik gezegd van, ja, ik ga het niet combineren. Ik ga echt puur voor dit kiezen. En ik ben aan een boekhouder gestapt. Een eenmanszaak. Nu merken we dat het te groot wordt, het eenmanszaak. En nu moeten we dus naar een vennootschap gaan. Ik bedoel ik dan, want ik moet alles doen. Ik doe ook alles.
Want Aaron is mijn allerliefste huisman. Hij doet hier echt alles. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet niet opstaan voor de kinderen. Ik moet de kinderen hun bokus niet maken. Aaron doet dat altijd, zodat ik eigenlijk goed uitgerust direct aan mijn werk kan beginnen. Want wanneer dat de kinderen naar school gaan zijn eigenlijk, dan is het gewoon werkentijd. Dat is niet eenmaal zo. En dat is bij iedereen zo. Dat is bij mij, dat is bij u thuis. Ja, dat is bij iedereen nu zo. Maar ik vind het wel ontzettend lief dat Aaron eigenlijk zoveel taken van mij overpakt dan in het huiselijke gedeelte. Zodat ik eigenlijk minder druk heb en dat ik echt me kan focussen recht op mijn werk. Ja, zo zei iedereen, verdient het goed? Het kan goed verdienen als je goed je best erop blijft doen. Het is niet dat het zomaar komt. Iedereen denkt altijd dat het zomaar komt. Dat is het niet. Plus ook, mensen denken van, goh, hè, wat als Sun doet, is allemaal gemakkelijk. Het is echt niet gemakkelijk, schatjes. Je moet een fanbase opbouwen. Je moet zowel achter de camera, is het heel gemakkelijk. Inderdaad, achter de camera is het gemakkelijk. Maar als je laat de camera af, dan moet je nog rekenen. Je pagina's, je moet je mensen beantwoorden, je followers. Alles wat daarbij komt kijken, moet je ook nog keiveel tijd in steken. En waar het meeste tijd in kruipt, is dit. Is gewoon antwoorden en mensen aandacht geven. Plus ook, je hebt dan je Instagram. Op je Instagram komen ook mensen om te zeggen, ik wil films kopen. Ik wil een custom film kopen. Ik wil nog films kopen die dat je al hebt. Ik wil een pakketje kopen. Ik wil sexting. Ik wil video chatten. Wat heb je nog allemaal? Ja. Dus op de vraag, verdient het goed? Als je hard werkt, maar als bij elke job, verdient het goed? Vraag 3. Oké. Is het combineerbaar met kids? Het is zeker combineerbaar. Maar je moet ook wel rekenen dat je eigenlijk gewoon maar de werkuren hebt eigenlijk voor wanneer ze naar school zijn. Dus hier gaat ons Verke naar school van 8:30 en hij heeft gedaan om 15:15. Ja. Dus dat wil eigenlijk zeggen, dus Aaron doet alles. Ik sta dan op. Ik heb mijn ontbijtje gehad. Om 9 uur begin te werken. 9, 10, 11, 12. Dus werk ik 3 uurtjes. Dan neem ik eventjes mijn lunch erbij. En dan eigenlijk hebben we nog tot 2:45 eigenlijk om te filmen. En dat is eigenlijk onze dag. En dan stopt het. Dan is een dag gedaan. Vanaf dat de kindjes buiten zijn, begint ze te werken en vanaf dat kindjes terug thuis zijn, dan is het terug mama. Dus het is wel zo, het is echt combineerbaar met kids. Het is echt wel zo. We hebben ook bijvoorbeeld momenten, is het vakantie, dan doen wij de kindjes naar ons mama. Dan zeg ik van, ik moet eigenlijk werken. Ik moet nu echt wel even inhalen. Maar als ik zonder kindjes zit en ik doe ze echt weg, dan zorg ik echt wel voor dat mijn dag echt hard gevuld is. Dus dat wil zeggen, stel je nu voor een dag zonder kindjes, dat ik ze dan zomaar doe, dan staan wij op van 10 tot 12 smiddags kan ik. Dan maken wij een solofilm bijvoorbeeld, of een duo. Dat duurt niet zo lang, dat duurt een half uur, een uur, zoiets. Ja. Ja, zoiets. Ja. Zoiets. Dan begin ik eigenlijk om 14 uur terug te kammen. Om 14, 15, 16 uur. Dan heb ik nog eens 3 uurtjes. En dan, als ik zeg van s'avonds wil ik nog werken, kan ik nog kammen eigenlijk van 9 uur s'avonds tot 11 uur s'avonds. En dan probeer ik echt mijn dag. Dan is mijn dag echt bomvol. Ik zeg het, dat is niet altijd. Dat is echt als ik zeg van, nu moet ik iets halen of zo. Want je hebt ook vooruit met webcam. Ik webcam op platform. En daar heb je ook wedstrijden. En als ik wedstrijd heb, ja, dan contacteer ik altijd als mama om beroep te doen eigenlijk, ja, in verband met de kindjes. Want die wedstrijden die wil ik altijd ook halen. Niet alleen voor de centjes eigenlijk, maar ook gewoon puur voor mezelf. Ik heb gezien wat ik eruit kan halen. Ik heb het gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik sta altijd in de top 750. Dus daar ben ik al heel blij mee. Maar ik heb met de wedstrijd meegedaan en ik stond op plaats nummer 15. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat geeft mij zo'n zelfvertrouwen, energieboost van oh my god, ik ben echt goed bezig en het gaat hier keigoed. En ja, het is, ik vind dat echt gewoon zalig om te weten dat je gewoon goed bezig bent. Ook ja, we hebben vroeger echt veel financiële problemen gehad, deurwaarden in uit.
Nu hebben we dat totaal niet. Ik kan echt alles doen. Als ik nu naar de winkel ga en ik zeg van, oh ja, weet je, ik koop een tablet, dan koop ik een tablet. Dat is nu eenmaal zo. Maar ja, voor wat hoort wat, hè. Je moet er ook je tijd en je energie in steken. Dat is eenmaal zo. Hè. En niks wordt nu voor niks beloond. Maar dus, het is perfect combineerbaar met kinderen. Ja, sowieso. Vraag 4. Oké. Als ik hiermee wil starten, hoe pak ik dit aan? Dat gaat Aaron vertellen. Ja. Dus, als je hiermee wil starten, dan raad ik u aan om direct een boekhouder te contacteren. Want als je het nog maar in je hoofd haalt om te denken, ik ga dit in het zwart doen, dan ben je niet goed bezig. En waarom niet? Dit is allemaal online. Dus dat wil zeggen, dat zijn platformen die je uitbetalen. Er komt hier niks cash geld bekijken. Nee. Dat is allemaal via overschrijving, dus dat staat allemaal geregistreerd. Dus je kunt ook niks achterhouden. Dus wat ik wel aanraad, is u direct een eenmanszaak te starten. Als je, je moet ook niet gaan liggen denken, oh, gaat dit goed verdienen, zou ik het testen? Doe dat gewoon niet. Start desnoods een eenmanszaak op in halftijd. Ja, in bijberoep. Dan kun je het wel testen. En dan kunnen we dat inderdaad testen. Zeg je van, oké, dit loopt goed en ik verdien hier goed mijn centjes mee, dan kun je volledig een eenmanszaak openen. Maar doe dit gewoon niet in het zwart, mannetjes. Nee, je gaat er alleen maar zwarte sneeuw van zien. Als een fiscus u daarop betrapt, dan... is gewoon niet slim, eigenlijk. Jammer genoeg is, we moeten allemaal belasting betalen. Hoe dat je truit of keert. En als je zelfstandig bent, moet ik wel zeggen, ik heb ook zo'n ogen getrokken van, wat moet ik allemaal betalen? Want het is ook, wat Aaron zegt eigenlijk, je moet een boekhouder pakken. Maar ook niet vergeten, dus ik zal eventjes het totaalplaatje zeggen. Dus je hebt uw boekhouder, want ze denken altijd van, zelfstandig verdienen veel. Maar we zullen eens eventjes alles opzommen. Oké, jij krijgt je geld binnen. Wat moet je betalen? Je moet je boekhouder betalen. Je boekhouder per jaar. Hoeveel betaalt je? Dat is eenmanszaak. Nou, in bijberoep is dat minder. Maar boekhouder tot boekhouder. Ja, oké. Maar dan nog. Ik betaal iets van een 4000 euro per jaar. Dan moet je je liantis erbij doen. Want je liantis is je sociale zekerheid. Je moet dat betalen. Dat heeft ermee te maken met pensioensparen. En ook met je ziekenkast en zo. Daar moet ik 1200 euro per kwartaal voor betalen. Dus reken het al uit. En dan moet je... wat moet je nog betalen? Deze zijn de grootste, hè? Die twee. Ja, en pak dan ook dat je je huur moet betalen, je water, gas, elektriciteit, alle dingetjes en zo. Het totaalplaatje is op een gegeven moment echt wel veel. En dan je belastingen moet je ook nog eens een keer rekenen, dat het er ook nog eens een keer bij komt dat je moet betalen. Dus het is echt wel heel veel. Ik dacht in het begin altijd, die zelfstandigen die klagen en zagen altijd maar. Maar nee, ik ben echt met de neus op de feiten gedrukt. En als zelfstandige word je gewoon afgestraft. Hoe erg dat het ook is. En ja, het is gewoon eenmaal zo. Je kunt er niet onderuit. En het is beter dat je het ineens te goed doet, dan dat je eigenlijk gaat liggen kijken van, oh, kan ik dit zwart doen of niet? Je gaat altijd gescharreld zijn. Dus ik raad het niet aan om dit te doen. Maar als je wil starten, je kunt gewoon starten als je die dingen allemaal beheert. Vraag 5. Op welke platformen verdienen jullie geld? Aron mag dat zeggen. Op welke platformen verdient Jolina geld? Zien dat hij het allemaal kent, hè? Goed. En eens kijken, waar dat Jolien mee gestart is OnlyFans, omdat dat indertijd het van het was. Nu zou ik al eerder zeggen van OnlyFans is aan het minderen. Ja, OnlyFans niet meer doen. Maar, dus je hebt OnlyFans, F2F, Fancentro, Kinky Life, X-Games en Clubsense. En Clubsense. Het zijn totaal 6 platformen. Dus 6 platformen waar Jolien haar geld op verdient. 2 platformen zijn webcam. Ja. Maar ik doe deze platformen nu, maar je hebt ook nog andere platformen. Je hebt bijvoorbeeld Fansly, zit er ook nog tussen. Cam4, heb je ook nog, dat is ook met het webcam. Stripchat, dat is ook zoiets, maar dat is allemaal met tokens. Dus ik snap daar echt geen hol van. Dus ik weet niet hoe dat komt. Maar dit zijn gewoon haar platformen die dat zij gebruikt. Hè. En het maar er zijn honderden platformen die je kan gebruiken. Dus
aan jullie zelf de keus. Ja, dat is zo. In het begin was OnlyFans het nestje met gouden eieren, maar die gouden eieren zijn al gaan lopen. Dus ik moet nu wel eerlijk zeggen, F2F is eigenlijk het beste platform. Nu, wilt je met iets starten? F2F gewoon. Je kunt ook gewoon kijken wie dat er allemaal op zit. En ik begrijp ook dat sommige meisjes zeggen van, oh, maar ik voel me niet mooi genoeg voor dit en dat. Kijk, hè, voor elke man is er wel iets. Zijn er bijvoorbeeld wat struiser? Zeg jij wat groter? Heb jij kleine borsten? Heb jij grote borsten? Heb jij een derde tiet? Maakt niet uit, voor alles is er echt wel wat. Dus kijk echt niet van, oh, ik ben niet mooi genoeg in alle toestanden. Iedereen is mooi op zijn eigen unieke manier. Ik heb ook meisjes opgeleid. Ik heb een meisje ook opgeleid, met Caro. Super lief meisje, echt waar. Zij is molliger, zij is voller. En zij doet dan wel ook escortenwerk erbij. Maar ik moet eerlijk zeggen, die doet het ook, hè, mannetjes. Zij doet dat, hè. En hoe dat ze dat doet. Ze doet dat ontzettend. Je ziet dat, hè, als de passie er een afstraalt dat je deze doet met volle plezier, hè, dan komen de mensen naar u. Weet, Caro is echt een voorbeeldmeisje daarin. Echt waar. Die is voller en die is niet van de slangste, maakt ook niet uit. Super mooi dat hij dat doet. Hoe dat hij haar content zet. Hoe dat hij met haar klanten bezig is. Echt, die doet dat ontzettend mooi. En daarom wil ik gewoon zeggen, hè, maakt niet uit. Ik heb ook boebelen in mijn gezicht. Ik heb ook eens minder momenten dat gebeurt nu eenmaal. Ja, voilà, zie je? Dus dat bedoel ik dus. Maar voor iedereen is er echt plaats in deze wereld. Voor iedereen. Gewoon erin blijven geloven. Niet opgeven. Want veel meisjes geven echt te snel op. Niet opgeven. Rome is ook niet op één dag gebouwd. Inderdaad, dat wou ik net zeggen. Dat is zo. In het begin werd ik daar ook echt kwaad van. Van, amai, ik ben terug aan het zakken en hoe kom ik nu in al die toestanden? Dan ga ik problemen liggen zoeken van, is dat het probleem, is dat het probleem? Niet doen. Ik geef die gouden raad aan, niet doen. Want het ligt daar niet aan. Eigenlijk kun je het een beetje vergelijken als op de beurs. Ga ook altijd zo. Je weet dat niet. Dat is hetzelfde eigenlijk, ja. Hè? Dus dat is het eigenlijk gewoon. Niet kunt, opgeven. En je kunt beter altijd heel zachtjes stijgen dan stijl omhoog. Want als je stijl omhoog hebt, word je ook stijl terug naar beneden. Ja. Dat zijn eenmaal de dingen. Dus gewoon erin blijven geloven. Zeker doen. Vraag 6. Oké. Okay. Hoe ziet de toekomst voor jullie eruit? Onze Chris toekomst. Weet wat dat precies. Hoe ziet onze toekomst eruit? Hoe ziet onze toekomst eruit? Ja. Gewoon voortdoen hoe dat wij als gezin bezig zijn. Dat is onze toekomst, in ieder geval. En binnen een aantal jaartjes misschien een huisje kopen in Spanje, ja. Of zo. Huh? Ja, een huisje zou ik eerst hier willen kopen. Hmm. Omdat ik eigenlijk in vastgoed wil investeren. Ik wil in vastgoed investeren om eigenlijk de kindjes iets schoon te geven. Dus dat ze allemaal niet kunnen klagen. En dan uiteindelijk, ja, misschien toch hier weggaan en naar Spanje of zo gaan. Ja. Dat zou ik wel leuk vinden eigenlijk. Ja, dat is het eigenlijk zo. En hopen, ja, dat iedereen wat geniet van onze content gewoon. Ja. Altijd leuk. Dus dat is eigenlijk ons... En in het begin zeiden we dat het 7 vragen waren, maar we hebben ons vergist, het waren er maar 6. Oké. Dus we hopen dat jullie hiermee een beetje verder zijn geholpen. Ja. En we horen of zien elkaar volgende week zondag weer terug. Stel dat je nog vraagjes hebt, je kan altijd op social media nog vragen.